Royston Drenthe dan. Opgegroeid in Rotterdam als kleine jongen. Je begint op de straat. Je maakt slijdings op de straat. De grotere jongen helpen je. En dan begint het zo een beetje natuurlijk. Toen kon ik ook de passie voor skaten te gaan voelen. Park West Black. Het is een skatepark, daar was ik elke dag te vinden naar de training. Maar op een gegeven moment, dan moet je gaan kiezen natuurlijk. Het is goed uitgepakt. Twee mooie jaren bij Feyenoord mogen doorbrengen. Uiteindelijk ben ik nu een speler van Real Madrid. Ik ben aardig trots op mezelf. Maar ik moet je zeggen dat ik toch nog trotser op mezelf wil worden. Omdat ik weet wat ik echt kan. Het is meer een inspirerend voor mij als voetbal in de voetballerij. Ja, zonder werk zou het eigenlijk niet kunnen. En ik wil gewoon, om ik zeg maar, een boegbeeld zijn voor de jongeren. Hey, doe het licht aan, camera loop, want dit is echt de actie. De naam is Royston Drenthe, ik kom niet veel takkie. Ik neem het veld over, ja het veld van mij. Net als een steekknal, ik hou die koeien in de pijp. Als kleine jongen wil je heel graag nieuwe Nike's dragen. Op het moment dat er een nieuwe Nike binnenkomt. En ja, als kleine jongen heb je ook een idool. Op het moment was het Edgar Davids. Die werd natuurlijk ook gesponsord door Nike. En toen de tijd stond Edgar Davids heel groot gegraveerd op het Nationale Nederlander gebouw. Ik hoefde maar even naar te kijken en ik keek tegen hem aan. Ja, als kleine jongen streef je daarna. Ik probeer gewoon mijn eigen ding te creëren. En ja, uiteindelijk creëer je toch een eigen look. Daar hoort Nike ook bij. 100% Nike, goede ding.